Ik weet niet meer waar ik ook weer langs moet. Ik kan hier wel langs, denk ik. Dat is Haba. Dat is het eerste dorpje waar ik naartoe loop. Ik sta op het punt om te besluiten dat waar ik vandaag naartoe ga, is een treinstationnetje. Het is nog, ik weet niet, 50, 70 kilometer van het eindpunt van de Mozarabe. Maar het laatste stuk is een beetje langs de weg lopen, dus dat is een stuk minder interessant. En omdat het hier zo heet is, heb ik al een tijdje met de gedachte rond om naar het noorden te gaan. En daar te gaan lopen. Daar is nog een camino. Die staat nog op mijn bucketlist. En ik denk dat ik dat ga doen. Dan ga ik naar Oviedo, waar ik vorig jaar geëindigd ben. En dan ga ik naar Santiago lopen en dan naar Finisterre. Ja. Dus ik denk dat ik dat ga doen. En of ik ga nog doorlopen naar Mérida, want dan heb ik van Mérida naar Oviedo, dat hele stuk heb ik eigenlijk al gelopen. En dat wil ik ook niet nog een keertje lopen. Ja. Het gevoel is eigenlijk gewoon net als het weer hier. Ik zit hier hartstikke lekker hoor, onder de boom. En ik heb eigenlijk best wel zin om verder te lopen. Maar je moet de zon gewoon weer in. En je weet dat het wordt heter en heter en heter. Vanmiddag wordt het 33 of 34 graden. Het wordt alleen maar slechter. Net als in de wereld, de geopolitiek. Dat is wat je ziet. Het wordt alleen maar slechter hoe verder je gaat. In de tijd. Maar blijven zitten is geen optie. Je moet verder. Dus ga ik de zon maar weer in. Maar het valt wel mee. Het is nog 5 kilometer. En dan ga ik weer een hostel zoeken. Het is nu 11 uur of zo. 11 uur 30. Ik had graag de hele dag gelopen. Dat doe ik eigenlijk veel liever hoor. Dan een halve dag. Maar ja, het is gewoon geen pretje in die hitte. Ik vind het heerlijk om zo te zitten in de schaduw. En dan weer gewoon een stuk te lopen. En dan weer ergens gewoon te gaan zitten. En, alle tijd en vrijheid. Los van alles. In de natuur. Dat is dom, Benito. Daar ga ik op de trein.
is mijn kamer voor de nacht.